Oh ja. Ik maak me eigenlijk weinig zorgen over jouw tennis. Ik maak me meer zorgen over dit eigenlijk. Even kijken naar dat fragment. Anthony. Is dat echt waar? Ja. De man van uw leven? Ja. Pardon. Dat is geen boer. Nee, dat is geen boer. Jammer, zeg. Wat mij het meest verontrust is dat jij zegt dat dat geen boer was. Nee. Weet je wat dat is? Oort, wacht, hè. Ik zal het nou nog eens doen. Maar... Nee, echt, mijn grootmoeder die had dat ook. En dat, dat was de enige op heel de oort, hè. Ik kan dat niet om... Maar ik heb het nu ook, zo. Ja. Ja, ik weet niet wat dat is. Oei, je weet het nog altijd niet. Ik heb het nu ook, zo. En, maar probeer mij echt in te houden. Je kunt dat gewoon doen, of... Nee, ik kan dat wel een beetje verharden, allee, versterken als ik dat wil. Ja. Maar ja, ik weet echt nog altijd niet wat het is. Het is reflux of zoiets. Ah, ja, het heeft daar iets mee te maken. Het is toch niet besmettelijk, maar ik wil... Wacht, heb jij ook zoiets, Raf? Nee, ik heb niks. Nee? Nee. En Peter ook niet? Nee, tot nader orde niet. Nee. Maar bedoel, als dat gebeurt, dan moeten we ons geen zorgen maken, hè? Nee. Ik zal mij proberen in te houden. Ja? Nee, goed, het wordt tijd voor onze jury en bereid u voor op een grandioos feest, want vanavond zitten hier Belle en het Beest, Guy Mortier en Sienegers. Dag Guy, dag Sien. Vind je het fijn om hier in de jury te zitten? Ja, ik vind het heel fijn. Ja? Ja. Het is heel leerrijk ook. En allemaal lieve mensen. En K3. Een Skarentje. Ik ben echt fan van u, hè. En ik ken al jullie liedjes, hè. Piritumba. Piritumba. Nee, wat verwachten jullie van Karen, dame? Ja, ik ben helemaal supporter van Karen. Ik denk dat zij dat heel goed gaat doen. Ja, ik denk dat ook. Ja. En... ik support er ook voor haar kleintje. Dat is een jongetje, denk ik, hè. Ah ja? Ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ah, maar... Stanley Krebs had dat dan gezegd, dat is een jongetje. In ieder geval, ik wens u alle twee heel veel succes. Misschien alle drie. Dat is toch wel een stevig buikje. Ja, ik weet het, ja. Maar het is maar eentje. Serieus? Ja. Dat weet ik wel, zie. Allee. Ik hoop vooral dat ze live bevalt, want ik heb die bevalling van Kai Mook ook live gezien op televisie. Daar heb ik toch wel een traantje gelaten. We gaan 60 seconden uitdelen voor het te laat is. En ja, want ik zie al een beetje opening, dus. Ja. En je verdient bijkomt. Nicky French. Nicky French, ja. Ken je ook de namen? Het is een duo. Ja, ik met Gerard en... Nicky Girard en Sean French. Dat is het. Drie goede antwoorden. De eerste 10 seconden zijn binnen. Heel goed, Beske. Gaat het nog een beetje met buikjes kijken? Ja. Maar mocht er iets gebeuren, geen paniek, want Sien, dat is een echte vroedvrouw. Wat zeg je nu? Maar je kunt toch geweldig goed vroeten in bed? Hoor ik van praktisch alle andere juryleden. Wie is er het wildst in bed? Rosse vrouwen, blondines of brunettes? Moet oppassen wat ik zeg. Mevrouw zit in de zaal. Ja. Ik denk brunettes. Je denkt brunettes? Ja. Is niet goed. Peter? Ik denk blondines. Je denkt blondines? Is niet goed. Karen? Het moeten de rosse zijn. Ja. Maar ik ben wel blond, hè? Normaal. Dus, ah, serieus? Ja. Ah, ja. Ja, Ros. Dus... Dat had ik daar niet moeten zeggen, zeker. Goed. Testen of je de klassiekers kent. Hoe krijg je 5 olifanten in een deux chevaux? Ah ja, wacht, hè. Ja? Dat is zo de deur open en de olifanten erin en de deuren terug toe. Nee. En dan komt er nog een vraag. Of is dat dan niet? Ja, dat kan ik niet helemaal goed rekenen. Raf? 4 op de zetels en eentje in een assenbak of zoiets. Nee, dat is niet de klassieker. Dat is wel... Dat zijn meer gecremeerde olifanten. Ik voel dat er iets niet klopt. Nee. Peter. 2 vooraan en 3 achteraan. Dat is goed. 2 van voor en 3 van achter. Dat zijn die... Ja, dat was het. Hè. Ah, nee, wat jij zei, hè, dat is dan meer... Dus je hebt die olifanten en dan zeg je van... Hoe krijg je 5 giraffen in een deux chevaux? En dan is de deuren open, olifanten eruit, giraffen erin. Dat is, en er zitten 5
Wacht, hè. Nee, jawel, er zitten 5 olifanten onder een paraplu. En die zijn natuurlijk veel te groot voor onder die paraplu. En toch worden die niet nat, hoe komt dat? Ze zitten in 2 pk. Nee, omdat het niet regent. Dat is Peter de Wolf van Gent, de politiecommissaris. Te laat, Peter. Je had de kans naar Karen. Dat is het Peter de Wolf van Gent. Zeer goed, Karen. Ja, zeer goed. Het was net buiten de tijd. Hè. Ik dacht, stop nog, maar nee, dat was Peter de Wolf. Veroorzaakte dit jaar in donker toestand een verkeersongeval. Dat vind ik niet erg, sorry. Dat je die punten afpakt. Ja, er zijn nog punten uit. Het zijn 10 seconden dat je ermee verdient. Had je het geweten? Maar nee, ja. Naar welke platvis fluiten mannen het vaakst? Naar welke platvis fluiten mannen het vaakst? Ik weet het niet. Je weet het niet? Raf? Ik ook niet. Nee? Peter? Een school? Nee, er zijn veel mannen die fluiten op school. Nee, een griet. Ah, natuurlijk. Amai, ja. Ja, dat is de platvis, hè? Ja, beetje flauw, hè? Ja, maar elke keer ook wel een flauw. Ja. Hoe noemden ze in de oorlog een SS'er met van die zwarte laarzen? Een heilbot. Nee, goed. Heese stem, ja, bijna. Toen ging je bijna naartoe, hè? Ja. Ze maakt soms ook zo van die heel rare geluiden, joh. Serieus? Ja, echt. Dat ze niet weet wat eigenlijk. Nee. Karen, doe nog eens. Ja. Zeg alleen. Maar kan het, zeg echt, ja. Echt waar? Wacht. Ik ken een mopje van een nonneke dat we naar een dokter moeten. Mag ik dat vertellen? Ja, dat mag je vertellen. Een nonneke, zo jong nonneke, en ze moet naar de dokter voor een algemeen onderzoek. En ze moet dat natuurlijk helemaal uitkleden. En de dokter legt zijn handen dan op haar hoofd. En hij zegt, nu eens 88. En dan nonneke zegt, 88. Dat is allemaal oké, zegt de dokter. En dan legt hij zijn 2 handen op haar borsten. Dat kan hij nu niet doen, want ik heb dat niet. dan zegt hij, nu eens 88. En ze zegt, 88. En hij zegt, ja, dat is allemaal oké. En dan steekt hem zo 2 vingers in haar muizenke. En dan zegt hem, nu is 88. En dan zegt ze, 1, 2, 3. Een didgeridoo? Weet je hoe dat gaat? Dat was zo'n boa, zeg. Allee, ja. Zoiets lijken. Ja. Ja. Ja, dat trekt er toch op, hè? Ja. Ja, heel goed. Ik denk dat ik nu weet wat dat geluid betekent. Ja. Proficiat, het is een aboriginal. En het heeft een Oscar gewonnen. Stop. Nee, Raf. Stop. Dan gaat de beurt nog naar Karen. Tja, dat is een film, hè? Stop. Ja, dat is inderdaad. Nee, dat is een film. Zij speelt een prostituee. Ach, ja, net. Ja, zo eenvoudig kan dat zijn. Die zich verhuurde voor $3000 voor een hele week. Nee. Heb je hem gezien, de film, Peter? Ja, ik heb hem een paar keer gezien. Ja, mooie film. Hè? Mooi ja. Film. Ja, vind ik ook. Jullie, mooie film, hè? Ja. Ik vind het niet echt geloofwaardig, zo'n oude vent met zo'n leuk jong meisje. En hij moet haar betalen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, dat kun je nog beter misschien doen, eigenlijk. Terug tegen van de ziek. Ja. Ik bedoel, dan valt het gewoon onder de noemer thuiszorg. Ja. Nog erger.